Waarom nou die agressie? Mensen, welkom! Vandaag ben ik hier samen met... Bam. Met Matty en vandaag zijn we terug met het fantastische... Dit is echt een goed concept, maar dit is echt... Mensen vragen ons uit buitenland, kunnen we dit kopen? Nee, dit is we hebben dit geclaimd, ja. Dit is ons concept! Mensen, we gaan vandaag de pack battle doen, maar aangezien we nu samen wonen... Ja, kunnen we het wel op een Skype-kalletje doen, maar ja, kunnen we ook gewoon meer aandacht voor elkaar spekken. Want vorig jaar was het nog eens... Oh, ik heb een walkout! En die andere... Ja, ik heb een walkout! Ja, dat, nee, maar dat is respectloos. Ja. Je moet goed beseffen wat de ander packt en waar je dus voor speelt... Om het te kunnen discarden. Want uiteindelijk zet je de 11 beste spelers zet je in een squad. Dan gaan we wel even blind discarden. Natuurlijk op een Skype-kalletje. Ja. En dan kan misschien vooraan de lol zijn dit jaar. Ja, je moet je 11 beste spelers in een squad zetten. We gaan allebei 9. Dan mag je blind zeggen linksback of zo. Maar ik wil even iets duidelijk maken. Ja. Vorig jaar, ja. Dan komt het nu even in. Toen heb jij echt vuil lopen cheaten. Ja, maar yes, ik heb er een! Nee! Let's go! Verraden. Wil je een hint geven in welke linie die staat? Ja, wil ik oprecht wel doen. Ja, ik wil je wel een soort van iets makkelijker maken. Okay. Hij zit in de bovenste helft. Linkerspits. Nee. Lakoeke! Je snapt wel dat ik niet... Maar kijk, als je dat nu weer gaat doen en je weet dat nu dat je het weer gaat doen, ja, dan heeft het geen zin om dit te gaan doen. Überhaupt. Ja. Oké. Okay. Ik ga misschien wel liegen. Nee, ik ga niet liegen, maar als ik niks wil zeggen, dan wil ik niks zeggen. Je hoeft niks te zeggen. Nee, oké. Okay. Maar je gaat niet cheaten. Nee, dat was niet cheaten. Ik was gewoon slim. In ieder geval, doe een duimpje omhoog op deze video en abonneer op mijn kanaal. Als we vandaag 1000 abonnees erbij krijgen, dan kan je deze L winnen. Ik heb al een cadeautje voor je meegenomen trouwens. Hey, lekker! Liegen! Maar Lex zit voor, dat lik je dan. Godverdomme! Oh mijn god! Hij is bezopen. Ga weg. Je hebt die geur. Heb je schoonmaakt? Oké, mensen, komt allereerst Peggy. Ja. Oh mijn god. Nee, is er geen. Hè? Is er geen. Oh. Ja, de kleur is echt heel anders. Alan. Arthur. Maar je ziet wel in de regen. Ja. Regen. Het is wel echt leuk als je straks die sok hoort. Au! Rob, het is genoeg geweest. Ga maar weer ervan door, oké? Nee, ik blijf expres. Nee, rot op! Nee, jongen, eentje kan ik nog wel bijblijven. Nee! Jawel, eentje. Je bent koud door irritant, Rob. Jullie bijgestort. Nee! Maar yes, weer die sneuwe trui aan, waarom? Waarom doen we dit nou? Ja, lik maar aan je liga. Die lik je dan. Weet niet. Tango down. Oké, let's go. Packje 2. Kijk, ik wil eigenlijk zeggen, wil jij erin open, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dus het zijn mijn packs. Ik ga niks openen. Ik ga je ook vooral niet helpen met hoe goed ik ben. Kom op, walk out. Oh, wacht. Ik ga hier blij zitten doen. Walk out. Kane. Prima. 89. Normaal gesproken zou ik ook hyped zijn als we samen packjes openen. Maar nu moet ik eigenlijk gewoon verdrietig zijn. Wat moet je niet eerst doen? What the fuck? Oh, yo. 289. Wat? Die gaan zeker gediscard worden. Nee. De winnaar is uiteindelijk degene trouwens die de meeste waarde heeft in zijn team. En nee, wat krijgt de winnaar? De winnaar krijgt 100 liga's. 500. Oké. Okay. 500. 500 liga's, ja. Maar wel die witte. Komt ie, let's go. Oh jij bent mijn zo pauper. Jij bent zo pauper, domme. Oh. Wat doe jij nou weer? Ja, broer, dat doe ik ook niet expres dat ding. Oh. En sta je nu al sowieso min 125k? Nee. Oh, maar ik deed het. Oh! Ik hoop zo dat iemand Sissoko krijgt, jongen. Ja, maar die kan je echt niet discarden. Ja, daarom. Nee, maar dat kan. Maar even, dat is echt mooi. Iemand. Nee. Nee. Gaat wel hard zo. Dit is al je vierde pack. Ja, maakt niet uit. Jezus, criminelen. Dat is echt slecht. Ik wil die Kane en de Gea houden, want daar kan ik. Oké, Liga's mee winnen. Aiken SBC en Liga's mee winnen. Oké, dan kunnen we Aiken SBC mee doen. Ja, maar inderdaad, eerst Liga's winnen. 500 Liga's, jongen. Dan heb je de rest van je leven heb je voorraad aan Liga's. Nou, dat is niet waar. Dit is. Ja, toe slecht, broer. Oeh, Langlet. Oeh, Langlet. Nee, je hebt haar namens natuurlijk ook net vergeten. Heb je nou 4 keer achter elkaar gegeven? Dit kan toch niet? Wil jij er eentje openen voor? Oh, kom man. Ja, dit is goed. Nee, maar punt is, je moet ook gewoon lokken als ze hebben rondom die tier die je moet discarden natuurlijk. Mat, alsjeblieft. Gun mij even één groei, dat ik in ieder geval één spelletje heb waar ik iets mee kan. Waarom doet je Rolly steeds TikTok? Psycho. Weer psycho? Ik heb een psycho vandaag. Ik weet er niet of ik moet hopen dat je wint, want ik wil graag die liga's hebben voor de rest van mijn leven. Oh, Grealish! Verranen, Frans. Grealish of Madison? Madison. We hebben ook al zoveel van die invoerzorg en geen één keer verranen. Dit is er ook, ja, dit is ook maar één goed, toch? Nee. Oh, Mark Noble, jawel. Die is ook allemaal ingezet, hoor. Ja, dat is coins, hè. Besef dat jij dit jaar geen team hier gepakt. Jawel, komt ie. Oeh, ik dacht even wit Eiken, maar...
Hamzik. Nee, Ilicic. Ilicic. Ga hem erbij zetten hoor. Oké, okay, is mijn laatste hè, dit. Is je laatste, ja. Nou, zou wij benieuwen. Oh, alle 9 keer borden, dus dat is wel chill. Kom op, dat lekker. Kan, dat kan ook een opnemer zijn. Aguero? Marima, oh, Dybala. Lekker, Dybala. Prima. Dat is goed, man. Dybala. Dybala. Kijk, helemaal niks mis mee. Ik heb gewoon Dybala, Kane en De Gea. Dat is best wel goed, hè? Oprecht best wel oké. Gaan we nu naar beneden? Zullen we zo en dan zo naar beneden zakken? En dan... Oh ja, dat gaan we doen. Oké, 3, 2, 1. Woe! Zo! Andere zwaartekracht in thuis. Ja, ja, ja. Weet je wat leuk is? Ik zie het nu ineens dat ik nog 11 packjes heb. Zullen die gewoon voor de lol openen om een beetje... Ja. Ja, maar dat vind ik goed. Maar als er dan eentje bij zit, moet die wel in je team. Oké. Ja? Oké. Okay. Jij wil. Okay. Misschien is die zo... Ja, oh, Huntelaar. Sorry. Nee. Jezus. Dit is echt heel sneu. Jezus. Jezus Christus. Dit is echt triest. Nou, die hebben we allemaal geopend. Nou, die waren erg goed. Oh, we beginnen met lekker walkoutje. Okay. Je moet gelijk gaan natuurlijk. Oh. En we hebben Pjanic! Pjanic. Maar Pjanic is de fundering van de liga voorraad. Daar is toch 15k waard. Ja, 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 ja. En dat kan de doorslag zijn op een partij. En als eronder nog even een verdwaalde situatie. 15k? Ja, tuurlijk. Dan gaan we naar nummertje 2. Koop zo op die blauwe. kom. IE gun me. Wat slecht zeg. Slecht. Echt slecht. Oh. Fabinho. Nee. Oh, Lucas Leiva. Die is ook zo slecht, jongen. Ja, Walker. Weer een Walker. Brazilië. Bonucci. Bonucci. Chiellini. Bonucci. Yes. Wat lekker. Zo begon deze FIFA ook. Met ik die Bonucci pack en jij die me uitlegt. Uitleg. Kom, we doen nog een Bonucci. Bonucci is echt goed. Oh. Ah, helemaal niks. Kan goed zijn. Kan Langley nog zeggen. Oh, Lo Celso. Oh, wat Otamendi. Noteren. Kan jij schelen, noteren. Kom op. Dat kan die. Braziliaans. Ja, nu wel. Nee! Nu gaan we even een klapperpackje doen. Met echt 3 UCL-kaarten die ik er allemaal in ga zetten. Een soort mijnenvegen gaan we dan spelen in de squad. Oh, walkout. Lekker. Bonucci. Bonucci. Dat kan ik. Nee, Chiellini. Daar kan ik er niks mee. Ja! Ja! Lekker dit! Yes! Ik heb hem nog nooit gepakt. Het is echt een goed moment dit. Echt goed gevoel. Oh, hieronder kan nog wat goed zitten hoor. Oh, 89 Chiellini. Oh, dat is lekker. Oh, zielig. We hebben nog 3 packs. Ja, maar dit is goed. Dan heb ik het centrale duo. En die ga ik linken. Heb je daar vragen? Oh, shit. Oh, wat slecht. Oh, die had ik toch al? Oh, gauw Moutinho. Zet hem maar bij. Moutinho, zet hem maar bij. Even een UCL-knalletje. Oh, wat cholera slecht zeg. Oh, Ibra. Oh nee, dit is... Ibra. Ja. Ibra. Alan. Oh, Informby. Ja, het is wel lekker. Het is 10k hè, voor jou dan. Samaras. Weer. Hey, mijn team staat klaar, man. En ik moet zeggen, ik heb best wat aangespeeld. Ik heb 2 Informs. Ik heb De Gea, Dybala, Kane. Ja, nou, ik heb dus het magische koppeltje Chiellini Bonucci. ik heb Samaras op doel. En voor de rest heb ik eigenlijk een dikke poep. Met een wallen Pjanic en wat 84'jes. Ibra. Samaras moet ik hebben. Even voor de duidelijkheid bang zitters. Mark en Matthijs zijn er al lang. Even voor de duidelijkheid bang zitters. We gaan straks uitrekenen dus als we die 2 spelers allebei hebben gediscard. Hoeveel coins we hebben. En daarmee beginnen we zeg maar jouw aflevering. Met dat aantal coins hebben we dan. Wil jij beginnen of ga je beginnen? Hou eens op de bank voor de volgende aflevering. Oh ja, laten we dat doen. Dat is een goeie. Dat deed je de vorige keer dat hij dan nog een keer mee moest, toch? Oké, dat doen we niet, maar we laten ze wel de bank. Dat is een uitstekend idee. Wil jij beginnen? Mat, ik ga beginnen. Begin jij maar, ja. Ik ga voor jou. Linker centerback. Die komt wel even binnen, hoor. Wie is het? Degene die het liefste wou. Chiellini. Samaras. Samaras, yes! Dus weg met die 10k! 10k, weg! Het mooie is dat hij moet discarden en dan is hij letterlijk precies waard wat hij ook waard is. Dus zelf verdient hij geen pijn aan, maar voor de challenge is het wel Oh, 500 liga's, ik voel ze al naar binnen komen, heerlijk zeg. Voor de aflevering 1 klapper en het is klaar. Oké, kom maar. Ik heb echt zo debiel die koptelefoon, omdat jullie het even weten. je keeper. Weet zeker? Ja. Het is namelijk Özil. Oh! Dat is echt legit de minst erge van allemaal. Heb je gekozen. Mat, ga jij maar voor je rechter centerback. 85 rated. Oh! Het is Alan. Alan, hoppakeetje. Weg ermee, niks mis mee. Rip Alan, lekker hoor. Weg ermee. En dat is dan het einde. Dit is dan mijn squad. Deze mannen gaan we meenemen de volgende week. Met nog steeds deze toppers. waar is dan Chiellini? Linker spits en rechter spits zoals Bonucci. Oh, ja, dat is wel koppetje raar. Dat vind ik wel. Oh, jij hebt allebei die centerbacks ook gedaan. Ja, jij dacht dat ik zo dom was, hè? Jouw linksmid. Weet zeker? Nee. Je rechtsmid. Weet zeker? Nee, ik wil toch hier links met.
Weet zeker? Ja. 100%. Ja. Je kan nu nog wisselen. Oké. Je linker spits. Weet zeker? Wie wil je nou? Ik wil je linker centerback. Dat weet ik 100% zeker. Hernandez. Wie stond er op links wit? De Gea. Weet je op rechts wit stond die daarna zei? Nou. Kane. Oh my lord. En mijn linker spit was Madison in vorm. Oh my god. Oh. Dit worden hele dure liga's. Bro, jij denkt dat dit gespeeld is? Nou, dan zien we jullie binnenkort op het kanaal van Matty. Tot ziens. Ik heb binnenkort. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen. Beetje jong en onbezonnen. Zit er snel voor op FIFA en ging onderweg en tonnen. Wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling. Weer bij aan de mop vergeten mensen, maar daar zijn we weer. Vergeet niet je mop in te sturen via mijn Instagram, via DM. Koen is mijn Instagram, K-O-E-N. Want ik begin een beetje out of mops te raken. In ieder geval de mop van vandaag. Ik weet niet of ik deze al ooit verteld heb, maar hij is zo leuk dat hij best nog wel een keer kan. Wat zegt een kip als je tegen de muur aanloopt? Tok. Doei.